In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade voor u en vrede in rijke overvloed. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop. Van harte welkom aan u allen. Welkom aan de familie van Luc. In naam van de abdijgemeenschap en ook van de kerkgemeenschap bieden wij u ons christelijk medeleven aan. Welkom aan u allen, vrienden van Luc, mensen met wie Luc heeft samengeleefd, samengewerkt. Wij zijn hier allen samen om onze verbondenheid met Luc uit te drukken en om van hem afscheid te nemen. In het vieren van de Eucharistie willen wij God dankzeggen voor wie Luc onder ons is geweest en voor wat hij betekend heeft. En we vragen de Heer die onder ons aanwezig komt, dat hij Luc laat delen in zijn verrijzenis. Deze viering wordt gestreamd en wordt ook gevolgd in Brazilië. Vandaar volgt er nu een welkomstwoord in het Portugees en ook een boodschap van Marcelo Barros. Prezados amigos de nosso confrade Luc van Kunkelsen no Brasil. A nossa comunidade premonstratense da Abadia de Averbode, na Bélgica, de coração, as boas-vindas nesta celebração eucarística em que celebramos as exéquias do nosso confrade Luc van Kunkelsen. Convido a todos para que, unidos de coração, rezemos. Benedictijn en bevrijdingstheoloog Marcelo Barros heeft Luc nog ontmoet enkele weken geleden in Brazilië. Hij stuurde ons voor deze uitvaart een korte persoonlijke boodschap. Dierbare medebroeders van de abdij van Averbode, dierbare zusters en broeders die op dit ogenblik samen zijn om het Pasen van Luc te vieren en om zijn lichaam te planten in moeder aarde. Enkele jaren geleden was ik in jullie abdijgemeenschap en jullie hebben mij toen de gelegenheid gegeven om te spreken over de gemeenschappelijke band tussen Braziliaanse zusters en broeders die zich willen inzetten voor de vredevolle strijd van de plattelandsbevolking en jullie zusters en broeders van Europa die onze inzet ondersteunen en die met ons willen verder gaan. Zijn laatste komst naar Brazilië en het feit dat hij er zijn leven gaf voor zijn werk beschouwen wij als een oproep om deze band tussen Brazilië en Europa verder te zetten.
Ook al kan ik vandaag niet aanwezig zijn, hier in Brazilië zeggen wij God dank voor het leven en het werk dat Luc zo goed een einde volbracht heeft. Mogen de vrede van de verrezen Heer met u allen zijn. Zusters en broeders, bij het begin van deze Eucharistieviering roepen wij Christus onze Heer aan en bidden wij om Gods liefdevolle barmhartigheid over Luc en over onszelf. Heer, Gij zijt de vergeving van alle zonden, ontferm U over ons. Hier Christus, Gij zijt de verrijzenis en het leven, ontferm U over ons. Christus. Ten beste spreek bij de Vader, ontferm U over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Barmhartige God, onze overleden broeder Luc, hebt Gij in de kerk het ambt van de dienstbaarheid toevertrouwd. Wij vragen U dat Gij hem ook het erfdeel schenkt van het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. Broeders en zusters, wij willen u niet in de onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn. Gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus gestorven is en weer opgestaan. Evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen, levend met hem meevoeren. Zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. Troost elkander met deze woorden.
zal bij u zijn. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Jezus sprak tot hem: Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar? Hij gaf ten antwoord: Gij zult de Heer uw God beminnen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand. En uw naaste gelijk uzelf. Jezus zei: Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven. Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak de wetgeleerde tot Jezus: En wie is dan mijn naaste? Nu nam Jezus weer het woord en zei: Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem. En toen ze aftrokken, lieten ze hem halfdood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg. Hij zag hem wel, maar riep in een boog om hem heen. Zo ook een leviet. Hij kwam daar langs en hij zag hem, maar riep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem. Hij zag hem en kreeg medelijden. Hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij 2 denariën tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: Zorg voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden. Wie van deze 3 lijkt u de naaste te zijn van de man die in de handen van de rovers gevallen is? Hij antwoordde: die hem barmhartigheid betoond heeft. En Jezus sprak: ga dan en doet gij evenzo. Jij hebt woorden van eeuwig leven, tot wie zouden wij anders gaan? Jij hebt woorden van eeuwig leven, tot wie zouden wij anders gaan. Geliefde zusters en broeders, toen ik Luc leerde kennen in de laatste jaren van de humaniora in Rotselaar, was het reeds duidelijk dat hij een godzoeker was. Geboeid door de verbondenheid met de schepping van Sint Franciscus, door de authenticiteit van de Indianen in Brazilië, door de spanning, strijd en inkeer, actie en contemplatie, en ja, ook als jonge man geboeid door het kloosterleven. Dat alles voerde hem, en dankzij hem ook mijzelf, naar de abdij van Averbode. Na zijn opleiding in de abdij werd hij diaken gewijd. En heel bewust heeft hij zijn diaconaat ingevuld als een dienst aan armen en een strijd tegen onrechtvaardigheid. Bij de parabel van de barmhartige Samaritaan die wij zojuist hebben beluisterd, maakte Luc de volgende bedenking.
Als religieuzen stellen we ons meestal op als de barmhartige Samaritaan die de slachtoffers verzorgt. Maar wat zou die Samaritaan gedaan hebben als hij een uurtje vroeger was aangekomen en de rovers de man zag aftroeven? Misschien moeten wij als religieuzen daar zijn waar beslist en vernietigd wordt. Vrij snel werd het voor Luc daarom duidelijk dat het niet volstond om armen concreet bij te staan, maar dat echte solidariteit met armen veel verder moet gaan. Dat was trouwens ook de reden waarom hij zich gedurende een korte periode politiek engageerde. Als verantwoordelijke voor het bezinningscentrum hier in de abdij nam hij tal van nieuwe initiatieven. Vele daarvan kregen een degelijke opvolging. Zo lag Luc mee aan de basis van het abdijkamp voor jongeren, de fiesta, de gespreksgroepen rond misbruik en incest, rond homoseksualiteit, rond aidspatiënten. Ook het overleg ethisch vermogensbeheer religieuzen, de vredesdiensten, de jaarlijkse weekends vasten voor vrede. Geïnspireerd door de zangweken met de priester-politicus Herman Verbeek in de abdij, richtte Luc er in 1990 wervel op, de werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw. Als werknemer en later als vrijwilliger bij wervel werkte hij voortaan aan een duurzame, circulaire landbouw en aan de noodzaak van een agro-ecologische transitie in Noord en Zuid. In 1992 verhuisde Luc naar Brussel en sloot er zich aan bij de beweging Missionair Engagement en bij de Goede Bijstandgemeenschap. Vanaf 2008 woonde hij er in de gemeenschap in de Hooikaai. Brazilië lag hem altijd nauw aan het hart, vooral door de Indianen. Maar het was pas in 2000 dat hij er voor het eerst naartoe trok. Vanaf dan zou hij ieder jaar een periode in Brazilië doorbrengen om er te werken. Hij werd medewerker van de Nationale Vereniging van Familiale Boeren in Brazilië en onderhield nauwe contacten met de Guarini-Indianen, die hij ondersteunde om hun identiteit te herontdekken en te beleven. Hij streed tegen de ontbossing van het Amazonegebied en hij was een van de eersten om op te komen tegen de vernietiging van het ecosysteem in het immense savannegebied van de Cerrado. Hierbij legde hij verbanden tussen armoede en kapitalisme, de ondergang van de inheemse volkeren en culturen en de monocultuur van soja en maïs, tussen het overleven van de kleine boeren en de klimaatverandering. In dit alles maakte hij ook de link duidelijk tussen Europa en Brazilië. Een link die vooral ging om geld, soja en pesticiden. Aan zijn jeugdige inspiratie is Luc trouw gebleven. Hij gaf ze steeds verder gestalte samen met vele anderen. Want Luc had het charisma om te organiseren en vooral om mensen te verbinden, te inspireren en te enthousiasmeren voor zijn zaak. En zo is hij een pionier geworden. Want de thema's die hem dierbaar waren
en waarvoor hij zich heeft ingezet, werden pas veel later echt actueel. Sociale onrechtvaardigheid, vrede, natuurbehoud, landbouw en ecologie, klimaatverandering, voedselproblematiek, bekommernis om spirituele bronnen. Luc was een gedreven activist en soms heel koppig gedreven. Voortdurend was hij onderweg met het openbaar vervoer en met zijn plooifiets. Op weg om conferenties te geven, deel te nemen aan acties en manifestaties. Daarnaast schreef hij boeken, artikels, opiniestukken en gaf hij geregeld interviews. Zoals David tegen Goliath heeft hij moedig gestreden tegen grote machtsblokken, structuren, overheden en multinationals. Maar het was geen plat activisme. Zijn inzet werd gedragen door zijn roeping en zending als religieus. Hij deed alles bewust vanuit een innerlijke verbondenheid met het grote mysterie dat God is. Zoals hij het uitdrukte, strijd zonder innerlijkheid loopt dood. En ooit zei hij, ik ben een man van de kerk die werkt in de samenleving. Hij was een contemplatief, trouw aan het gebed en de stilte. Daar sprak hij niet over. Hij was trouwens zeer huiverig voor het ondoordachte gebruik van de naam van God. In zijn radicaliteit spaarde hij zijn kritiek niet tegenover niemand. En al was hij zeer communicatief, als het om hemzelf ging, was hij gesloten. Dat maakte hem niet altijd gemakkelijk in de omgang. Hij was echter gevoelig voor het concrete leed van mensen en aarzelde niet om mensen bij te staan waarvan hij wist dat ze het moeilijk hadden. Velen zijn hem daarvoor dankbaar. De abdij is altijd zijn thuis geweest. Zoveel hij kon, was hij hier in de weekends. De abdij van Averbode blijft voor mij een heilige plek en ik hou er van de medebroeders. Het blijft een ankerplaats, mijn thuis, tussen en ondanks al mijn omzwervingen, schreef hij. De voorbije jaren ging zijn gezondheid achteruit. In 2020 kreeg hij een ernstige COVID-infectie en vorig jaar werd bij hem ALS vastgesteld. De snelle aftakeling heeft hij moedig gedragen en met veel doorzetting zette hij zijn activiteiten verder, zelfs als het niet meer ging. Zijn laatste krachten heeft hij gegeven aan zijn projecten in Brazilië. Ik wil hier de vele mensen danken die Luc de voorbije 2 jaar hebben bijgestaan. De mensen met wie hij de gemeenschap vormde in de Hooikaai in Brussel. In het bijzonder ook Katrien, die heel veel met hem heeft gedeeld. Ook Mathieu, Simon, Lus en Lieve. Ook de medebroeders in de abdij en zijn familie. Heel veel dank aan Herman en Siska, die het mogelijk gemaakt hebben dat Luc nog voor de laatste keer naar Brazilië kon reizen. En die hem daar dag en nacht hebben bijgestaan tot het laatst. Evenals de medebroeders Jan en Peter, die Luc de laatste uren hebben bijgestaan.
Op 15 september, de dag dat hij naar huis zou terugkeren, is Luc naar zijn echte thuis vertrokken, naar de God van alle leven. De God die hij heel zijn leven gezocht en gediend heeft. Zijn levenswerk opent ons de ogen en roept ons op tot verdieping, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Amen. Zusters en broeders, onze God is een God van levenden. Hij wekt in ons het verlangen naar het eeuwig leven. Laat ons in vertrouwen tot God onze Vader bidden. Voor de kerk van God, dat zij groeit in geloof en liefde voor de Heer, die de verrijzenis en het leven is. Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte van ons hart. Laat de Vader ons ertoe bezielen. Voor medebroeder Luc, dat zijn leven, zijn vreugde en lijden, zijn zwakheid en vertrouwen aanvaard worden door de Heer. Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte van ons hart, dat de Vader hem daartoe bezielen mag. Voor zijn familie, zijn vrienden en naaste medewerkers, zijn bekenden hier ten lande en in Brazilië, dat zij het heengaan van wie hun lief was kunnen beleven als een voorlopig afscheid, dat eens een weerzien zal zijn in vreugde. Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte van ons hart, dat de Vader ons daartoe bezielen mag. Om een nieuwe wereld waarin mensen en volkeren geborgen zijn in elkanders goede zorg, om welzijn en geluk, dat er geen mens geboren wordt of sterven moet zonder liefde. Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte van ons hart, dat de Vader ons allen hier aanwezig om Eucharistie te vieren, dat wij ons in vertrouwen tot de Heer wenden die de goede herder is. Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte van ons hart, dat de Vader ons daartoe bezielen mag. God onze Vader, alles wat ons dierbaar is, leggen wij in uw handen. En wij vragen, toon dat uw trouw en barmhartigheid sterker zijn dan de dood door Christus onze Heer. Libera animans omnium fidei.
morte transire ad vita. Zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, wij bieden u deze offergaven aan en wij bidden voor het eeuwig geluk van uw dienaar, Luc. Hier op aarde was hij de goede en trouwe dienaar van Christus. Nu hij gestorven is, vragen wij u, leid hem binnen, samen met allen die u trouw gediend hebben, in de eeuwige vreugde, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verhef uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waard. Heilige Vader, machtige eeuwige God. Om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want hij die uit de dood is opgestaan, hij is het licht der wereld, onze enige hoop. In onze angst omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte, dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met hem. Gij neemt het leven, God, niet van ons af, gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord. En als ons aardse huis, ons lichaam afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis, om daar voor goed te wonen. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u, en zingen u toe met de woorden. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis concedit terra,
Jacoba, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Waarlijk heilig zijt gij, Heer, heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuivere offerande u wordt opgedragen. Wij bidden u, heilig onze gaven die hier voor u zijn neergelegd. Maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood gebranden heeft genomen, en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven, met de woorden: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en gedankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht. Het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offerande van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor u uitverkoren hebt weggelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren en alle heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen,
want zij zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en liefde, samen met uw dienaar Franciscus onze paus, met Luc onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen, die in verdeeldheid zijn uiteengegaan. Schenk aan allen, Vader, uw barmhartigheid. Gedenk Luc, die gij uit deze wereld tot u geroepen hebt. Bewaar hem in u en onze liefde. Met uw zoon verbonden door het doopsel is hij met hem gestorven. Geef dat hij mede mag verrijzen met Christus, die eens de doden opricht en weer tot leven wekt, en elke mens bekleden zal met zijn eigen heerlijkheid. Aanvaard ook onze broeders en zusters, allen die leefden in uw welbehagen en die nu gestorven zijn. Als gij hen opneemt, wordt hun hoop vervuld in onbegrensd geluk. Als gij hun tranen droogt, zullen zij u zien zoals gij zijt, op u gelijkend, u steeds loven en danken, samen met ons, door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer zij dan altijd met u. En met uw geest. Zusters en broeders, geef elkaar ook een teken van die vrede. Agnus Dei.
folis peccata mundi. Miserere nobis, agnus Dei, qui folis peccata mundi. Miserere nobis, agnus Dei, qui folis peccata mundi. Zalig die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
lux aeterna, lucea Deis Domine, cum sanctis tuis in eterno, via pius est. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetuum ad lucea Deis, cum sanctis tuis in eterno, via pius est. Laten wij bidden. Heer, wij hebben uw heilige gaven ontvangen en door deze Eucharistie de gedachtenis geëerd van uw overleden dienaar Luc, die gij geroepen hebt. Geliefde zusters en broeders, wanneer wij nu het dode lichaam van onze geliefde medebroeder Luc naar zijn laatste rustplaats begeleiden, doen wij dat met droefheid in het hart. Ieder afscheid stemt ons treurig, maar doorheen deze droefheid blijft de glans van de hoop schijnen. De liefde zal nooit vergaan. Zijn liefde voor ons en onze liefde voor hem blijven bestaan. En wij zullen elkaar eens weer vinden in de grote, eeuwige liefde van God. Want God heeft ons het eerst lief gehad. Zijn liefde blijft eeuwig. In gebed vertrouwen wij onze overleden medebroeder Luc toe aan Gods barmhartige liefde. Wij willen nu een laatste eerbetoon brengen aan dit lichaam dat gedoopt werd tot onsterfelijkheid en dat hier op aarde de tempel was van Gods Heilige Geest en waarin een gelovig en liefhebbend mens in ons midden heeft geleefd. Want ik kwam de schere. Novis tibi, et ad imaginem tua, Domine formas tibi. O Domino, tibi creatori, anima mea. Laat ons bidden. Hemelse Vader, wij vertrouwen u onze overleden medebroeder Luc toe, gesterkt door het geloof dat hij, zoals allen die in Christus gestorven zijn, ook met Christus zal verrijzen op de laatste dag. Wij danken u voor al het goede dat gij door deze mens in ons midden bewerkt hebt
En wij bidden u, vul in uw oneindige goedheid aan wat aan zijn levensweg nog ontbreekt. Zie ook welwillend neer op ons die achterblijven. Versterk de eenheid die ons in deze viering heeft samengebracht. En laat ons troost en kracht vinden bij Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die voor ons de weg is, de waarheid en het leven, in de eeuwen der eeuwen. Amen. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Hij wil ons in zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël. Hij wil ons in zijn erbarmen. Herhaalt het zoon van Aaron. Hij wil ons in zijn erbarmen. Herhaalt het dienaren van de Heer.